dat je kijkt naar deze video. En in deze video neem ik jullie een dagje mee tijdens een dagje thuis. Een werkdagje voor mijn blog thuis. Ik ben geslaagd voor de PABO. En ja, na de kerstvakantie ben ik eigenlijk een beetje aan het solliciteren geweest. En ben ik aangemeld bij PON, bij de infopool. En ja, ik moest gewoon wachten op wat documenten voordat ik daar aan de slag kon. Dus ik zit nu een aantal dagen thuis. En ik verveel me niet. Totaal niet. Ik bedoel, ik... Ik heb elke dag wel wat te doen. In het begin ging ik afspreken met vriendinnen en zo. Maar nu zit ik eigenlijk bijna elke dag achter de laptop voor mijn blog. Daar ben ik eigenlijk wel heel druk mee bezig. Dus in deze video laat ik jullie zien wat ik nou allemaal op zo'n dag doe. En dit is niet echt een standaard dag. Want op deze dag krijg ik ook nog eens mijn diploma uitgereikt. 5 december was ik al geslaagd. Alle punten waren al binnen. Ik had een getuigenschrift, maar nog geen echt officieel diploma op papier. En woensdag 23 januari was de dag op Iselingen dat er weer een diploma-uitreiking was. Dat is 4 keer in het jaar. En dit jaar, of deze keer beter gezegd, mocht ik hem dus in ontvangst nemen. En daar heb ik ook wat beelden van. Er is een praatje gehouden en zo. Dus kijk daar ook naar. Dus een dagje thuis. Goed, ik begin de ochtend met ontbijt. Vet logisch. Het is best wel een beetje donker. Het is 8:30. Ik ontbijt nu vaak met Griekse yoghurt. Of je hebt van die andere, het is het kwark, skir heet dat. En dat gooi ik daar even hier doorheen. Dat bruine, dat is cacao, want alleen die smaak vind ik niet zo lekker. En ik neem altijd Yakult, dus daar ga ik nu mee beginnen. En terwijl ik dit goedje even ga opeten, het ziet er niet uit. Maar kijk altijd even op mijn telefoon, alle berichtjes die we gemist hebben, het valt mee. Oké, nu ga ik sporten. Doe ik niet elke dag hoor, dat doe ik vaak om de dag, als ik dus een dagje vrij ben. Ik heb gisteren ook gesport. Ik ben aan het liggen nu. Ik ga in de schuur sporten bij ons. We hebben zo'n cross trainer waar je zo dat op kan doen, dus dat ga ik even doen. En we hebben een nieuw buikspierapparaat waar je ook je benen mee kan trainen, alleen dat doet zeer bij mijn scheenbenen. Dus moet ik even kijken wat ik dat ga doen. Ik ga in ieder geval buikspieren doen. Ik ga zo even naar de schuur lopen. Ik doe er nog wel even een vestje overheen, want het is koud buiten. En ik zal eens even kijken hoeveel graden het in de schuur is. Jerome, kijk, er ligt zoveel sneeuw nu. Echt super mooi. Ik denk dat ik straks even foto's ga maken. Echt leuk. Goed, daar gaan we naar binnen. Oh. God, dit motiveert je wel om wat te doen, zeg. Oké, eens even kijken. Hij geeft aan... Oh, je kan het niet zien, maar er staat 4 graden. Beter. Gisteren was het 2. Dus dit is al chiller. En dit is ons nieuwe buikspierapparaat. Deze is van de Decathlon. Het is echt heel donker. Let niet op de rommel en alles. Maar kijk, je kan ook je benen ermee trainen door middel van gewichtjes. Superleuk. Nou, daar gaan we. Hoppa. We hebben trouwens ook nog een loopband en een fiets. Alleen, daar heb ik vandaag geen zin in. Dus we gaan eens even de... Spotify zoeken. Lekker bewegend beeld dit. Geen internetverbinding, lul niet. En de schuur bij niet echt goede wifi. Ah. Mijn lijst heet is leuk. Superleuk. Daar gaat ie. Ik ben klaar in de koude schuur. Het was echt best wel koud daar. Maar ik heb een versie ondertussen al wel uit kunnen doen. Dus ik heb wel iets gedaan. Nu ga ik even nog hoepelen. Dit schijnt ook voor je rug en je buikspieren goed te wezen. Normaal mensen doet het een minuut, 2 minuten, 3 minuten. Ik kan het al wel 4 of 5 minuutjes volhouden. Maar ik weet niet of dat echt heel erg goed is, want het is best wel een zwaar ding. Dat ga ik even doen en dan ga ik douchen. Ik ga even douchen. En zijn er meer mensen die dit doen? Als het heel erg koud is, dan leg ik gewoon al mijn kleding op de verwarming. En die is echt super lekker warm. Dus als ik het dadelijk aandoe, ben ik warm van douchen. Doe ik warme kleding aan. Herkenbaar dit. Het douchen is klaar. Ik ga even pillen bikken. Ik neem altijd van die vitaminepillen. Het zijn er nu 2. Ik neem nog volgens mij D, C en magnesium. Dus die ga ik even inslikken. Inslikken zeg je dat zo? Boeien. En daarna ga ik koffie zetten. Goed, ik zit aan de grote tafel bij ons. Ik heb mijn laptop opgestart. Ik heb koffie erbij. Een soort karamelkoffie. Ik heb nagellak gepakt. Mijn telefoon ligt en ik heb alles bij de hand, jongens. Nee, ik ga daar even mijn nagels lakken, want ik krijg dus aan het eind van deze middag mijn diploma. En met blanke nagels kan ik dat niet aannemen. Dus die ga ik zo lakken. En ondertussen ga ik een beetje achter de laptop voor mijn blog wat bekijken. Koffie drinken, telefoon bijhouden. Superleuk.
Ik heb weer mijn Spotify aangezet. En ik begin eigenlijk altijd met een beetje Facebook. Vaak deel ik een blogpost, maar het is vandaag woensdag, dus is er niks online gekomen. Maar volgens mij heb ik het ingepland gisteren dat online moet komen. Heb ik dat nou goed of niet? Ja, ingepland bericht, dus er komt dadelijk nog wat. Dan ga ik daarna altijd eventjes op mijn blog kijken, reacties, hoeveel mensen alles gelezen hebben. Daarna ga ik naar mijn blogmail, ik gebruik Roundcube. Ik heb ze op mijn telefoon al binnengehaald. Nu heb ik er niet echt heel veel spannende tussen zitten, dus daar ben ik wel vrij snel mee klaar. YouTube heb ik net ook even bekeken, hoeveel ik mijn video's zijn bekeken, vind ik ook altijd wel grappig. Dat ga ik nu even doen en daarna denk ik dat ik wat ga schrijven. Goed, ik ben nou even boven op mijn kamer, want ik kan even foto's maken van dat dingetje. Die parfum van Rituals, want daar wil ik iets over schrijven, want ik heb iets heel doms gedaan daarmee. Of nou ja, dom, ik heb me erin vergist. Dus ik ga even foto's maken met mijn fototoestel. Nee, sorry, deze is van Thijs. Mag ik even lenen om te proberen? De foto's staan op de computer en ik ga nu weer voor in de buurt bezig. Ik doe echt heel veel dingen door elkaar, maar ik weet ook niet waarom. Ik ben bezig met een artikel, die moet even in WordPress komen. Ik heb hier al wat uitgetypt. Het gaat over waar je buiten het centrum van Doetinchem kan eten. Dat moet hierin komen, er moeten nog foto's bij. En tussendoor ga ik ook nog mijn nagels lakken. Staat er al in. Dan moet ik even nog afbeeldingen erbij zoeken. En ik moet er nog even wat andere dingen in toevoegen. Mijn nagels zijn ook gedaan. Ik heb ze licht roze gemaakt met een kleurtje van Essence. En ik heb net even brood gesmeerd voor mezelf. Want een mens moet ook eten. En na een tijdje typen en anders word ik helemaal gek. En dan kijk ik even een klein stukje van Ex on the Beach. Ja, wie kijkt dat ook? Het is zo'n slecht programma, jongens. Het is zo slecht, maar zo grappig. Ja, ik kan erom lachen. Ik sta nu helemaal lekker ingepakt. Muts, sjaal, handschoenen zitten in mijn zak. Ik neem de camera mee. Ik ga buiten even wat foto's maken van de sneeuw. Het ziet er echt super mooi uit. En dan zit ik anders altijd binnen. Dus ik dacht, ik ga even een stukje lopen, een paar foto's maken. Dat is misschien wel leuk voor mijn blog of zo. Dat kraakt zo onder je voeten. Daar is ons huis. Dus ik ben al een stukje onderweg. Dat heb ik wel een rode neus. Check die boom hier achter mij met die besjes. Echt super mooi. Althans, er ligt nog een klein beetje sneeuw op en zo. Maar ik loop nog even een stukje verder. En ik denk dat ik dan weer lekker naar huis ga. Jongens, dan krijgen we de partij koud. Oh, wacht, hier is wel water. Althans, ik denk dat het bevroren is. Even kijken. Daar is het allemaal niet meer bevroren. Hier ligt één grote blubbende. Echt super vies. Het stinkt ook. Ik weet niet wat het is. Maar dit is nog wel mooi zo. Dus ik keer weer om en ik ga nog een stukje die kant op. Ik ben weer binnen. Ik heb echt een snotneus van de kou. Helemaal rode wangetjes. Maar het was wel even lekker lopen. En ik heb nu net de foto's die ik gemaakt heb op de computer gezet. Ik denk niet dat ik er gelijk wat mee ga doen. Maar ik ben wel even benieuwd wat het is geworden. Hier ben ik heel benieuwd naar dat kerstje. Oh, wow. Dat is wel gaaf. Nou, heb ik weer wat te doen? Ga ik dat zo even uitzoeken? Nee, ik denk dat ik eerst nog een stukje verder ga met dat voor in de buurt. En dat ik dan begin aan dat artikel. En dan komen die winterfoto's. Het artikel voor in de buurt heb ik af. Ik heb hem net weggeklikt, zie ik. En nu ga ik beginnen aan mijn rituals ding. Ik heb de muziek even zachter gezet. Maar... En het is 2:45. Dus ik denk dat papa ook zo thuis komt. En dan gaan we even samen thee drinken. Thuis papa. Wil je die theezak er nou niet uit halen dan? Nee, je moet 5 minuten zitten. 5 minuten? Je moet 5 minuten trekken. Oh, lekker man. 5 minuten. Ik heb hem al bijna op. Ja. Het laatste moment wat je net zag was thee drinken met papa.
En toen kwamen we erachter dat het bijna tijd was om te gaan naar de Pabo. Dus ik moest echt me super snel omkleden en alles. En in de auto stappen en naar Iselingen rijden. En vanaf daar heb ik niks meer gefilmd. Ik bedoel, ik moest zelf daar gaan staan luisteren naar van alles en nog wat. Mijn vader heeft de camera gepakt. En mijn moeder heeft wat gefilmd met de telefoon. En een aantal beelden daarvan zal ik jullie nu laten zien waar ik vooral in beeld ben. Andere mensen niet. Mag niet, hè? Privacy redenen. Dus kijk maar even mee naar mijn diploma uitreiking. Dat valt dan niet zo heel erg op. Melody duikt een beetje achter alle andere studenten. En ik zie haar dan een beetje kijken van ja, klopt wel, hè? Melody probeert het niet. Die komt niet zo op de voorgrond. Die laat niet zien van kijk, dit kan ik of dit ben ik. En dan is het juist zo leuk als je dan van deze studenten dan merkt van hé, hey, maar ze kunnen eigenlijk heel erg zien. Ja, klopt. Kefse, had jij geen blog gedaan? Nee. Gewoon ja zeg. Maar dat was Wils. Ook zo. Ik heb wel nog één gedaan. Dat van Kevin dan? Ik heb gym gehad van Kevin. Ja. Ik wil even laten zien dat we McDonald's eten nog. Toen zij ziek was, weet je nog? Toen heb ik van hem gehad. Ja. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Ik vond het wel grappig om te laten zien wat ik nou doe op zo'n dag. Nou ja, dit was dan een bijzondere dag, want hij is hier naast me. Mijn diploma in het mapje zit hij echt in. Ja. Ik kreeg verder ook nog trouwens wel leuk een leesboek nog. En ik heb een beeldje gekregen. Dit beeldje heb ik gekregen. En ja, er staat op Iselingen. Leuke poppetjes, superleuk. Dus die heb ik ook gekregen. En vanaf nu kom ik dus aan het werk. Ik heb net alle documenten ingescand voor de infopool. En ja, het wachten totdat ze zeggen, kom maar Merle, kom maar echt naar school toe. Ga maar invallen. En daarnaast ben ik ook aan het wachten. Ik heb gesolliciteerd bij de Terstal kledingwinkel. En daar ben ik ook aangenomen. Het is alleen even wachten in welke vestiging en welke dagen ik daar mag gaan werken. Over die dag, ja, ik wandel niet elke dag in de sneeuw trouwens. Ik probeer soms wel, als ik een hele dag thuis zit en ik ben aan het blog, probeer ik af en toe wel even eruit te gaan. Iets te doen of zo. Ik fiets even naar de stad. Moet ik foto's hebben voor in de buurt of zo. Dus ja, en ik lak ook niet elke dag mijn nagels. Ik sport ook niet elke dag, maar nou ja, dit soort dingen doe ik ongeveer een beetje op een vrije dag. Vond je dit nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Laat weten of ik vaker een video moet maken wat ik nou allemaal doe in een dag. Als het interessant of boeiend is. Ik wens jou een hele fijne dag. En ik zie je bij een volgende video. Doeg!